When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines and their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days are short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine old cans, from the brim to the dregs. En allemaal lullen onder elkaar. En nee, maar pak weer op een soort van. Is die ook niet licht? Waarom zei ik al? Ja. Als je vanavond ook doet, ga ik op je schieten, weet je. Weer even strak. Ga lekker even naar de kleedkamer, even een paar uurtjes rust. Even relaxen. Ja, ik moet mijn kapper is ook nog, hè? Die moet ook nog. Hoe laat is het eigenlijk? Ik ga eerst nog even lekker rustig doen. Even een paar uurtjes. Ga je anders inbreken? Ik moet even de opening doen. Nee. Leen is klaar. Doe ze maar zonder mij dan. Doe het even rustig aan. Ik heb mij al uitgekleed, roep maar. Nee, dan gaan we even mee ophouden. Stoppen, want er is nog een interview. Nee, we doen even helemaal niks. Nee. Ik heb anderhalf uur de tijd om eigenlijk een beetje te knappen. Hij wil even gewoon rustig aan. Ik heb... Nee, echt niet hoor. Want ik moet ook aan mezelf nu denken, weet je. En wie zijn dat? Voor het NOS-journaal en voor Radio 2. NOS is al geweest, heb ik al gedaan. Ja, radio is het. Samen met Anita. Sorry? Het is voor radio, samen met Anita. Ja, laat maar eventjes niet doen. Ja, even, nou ja. Helene, waar blijf je aan de gang? Radio. Het is radio NOS en Radio 2 en 5 voor morgenochtend. Nou, laat ze dan even hierheen komen dan. Hé. Hey. Ik stond daar achter. Wat zeg je? Ik zat achter het scherm. Ja. Oké. Ja, het ging goed. Ik heb toch kleine dingetjes... Nou ja, ik heb die opmerkingen nog even gemaakt. Dus tussendoor, waar ze erg in moesten houden. Dat rubberbandman, dat ging ook een stuk beter. Ja. Ja, ik moet alleen nu Jody Singer nog even bij me hebben. Want die zat er daar... Ik ben daar zo afhankelijk. Als ze het niet goed doen, dan ga ik ook ongelooflijk te missen. Ja, dat hoorde ik. Maar het ging toch redelijk goed? Nee, het ging niet goed. Jawel.
binnen? Ja, natuurlijk. Maar we moeten ook nog even ik heb eten, nog een masseur, heb ik even mijn benen, benen. Moet er? Oh, nog iets eten. Er wordt hierheen gebracht. Hé, hey, Cor. Hebben we nog heel de dag niks op? Ja, maar ik heb maar. Ja, dan ga ik ergens eten. Want ik eigen, ja, mijn eigen eten. Want ik heb. Ik neem wel een appeltje en ik neem een dingetje. Nee, ik ben 77. 77? Ik ben bijna 35, hè? Dus bijna 35. En altijd hetzelfde gekapt of ook als... Nee. Hij heeft nog, Karel, hij heeft nog permanent bij me gezet in die tijd. En dan ging ik elke dag aan hem toe om het eruit te laten vallen. God, hè? Jezus. Nou, daar zijn we op een gegeven moment maar vanaf gestapt. Want daar voelde ik me doodongelukkig bij. Want ik had vroeger een scheiding in mijn hart. En toen hebben we gewoon besloten om... dus even een andere koep uit te proberen. Die heb ik. Deze heb ik dus vanaf 87. Samen dus ook met, alweer bijna 25 jaar. Samen met Willem, weet je nog? Met Willem van Hanegem, joh. Zaten we bij Karel onder de droogkop. Was lachen, joh, met die Willem, die kromme. Kijk, we hadden het net over mijn haar. Wow. Ja. Ja, nou, dat was die dus. Met een uitgezakt permanentje. Ja, nee, zo was het toch? Oké, okay, jongens. Nou, zo kan die wel weer. Nou, nee, maar zo ben ik wel verliefd geworden op je. Dus, zo is het wel. Ja, Lee Towers. Wie kent zijn successtory niet? Hij werkte als monteur in de Rotterdamse haven, maar werd in 1975 als kraandrijver gelanceerd door Willem Duis. Vanaf dat moment brak de gekte los. Ieder televisieprogramma wilde hem hebben en ieder televisieprogramma kreeg hem. Altijd met een andere bril, maar steeds met dat speldje, die elleboog, die uitstraling en vooral die stem. Dames en heren, hier is die man, Lee Towers! Mijn andere gedeelte van het archief. En hier zat ik vroeger wat frequenter. Ja, zie je vroeger vaak. Ja, hier zat ik wel. Was ik wel aan het brainweven met mijn muziek. Daar heb ik, je ziet alles bij de hand. En dan kon je ook even terugtrekken, zeg maar. Nou, nee. Nee? Ik vind geen ruimtes waarvan je zegt, nou, dan ga ik hier eens even een lekker
gezellig zitten. Want die zit hier niet. Het is niet. Ja. Je zit hier natuurlijk alleen in je uppie. Voor God alle mensen verlaten. Maar ja, het is ook weer een onderdeel van jou. Het is alles wat hier staat, het is voor mij. Het is mijn geschiedenis. Deze is nog gemaakt door Frank Govers. Couturier. Deze heb ik laten maken tijdens een van mijn gala's. Daar had ik een country medley. Dus dit is wel een beetje dan. Maar ik heb dat eigenlijk nooit aangehad. Nooit? Nee. Want op een gegeven moment dan moest je. Ja. Je kunt niet om de twee nummers een ander pak aantrekken. Dat is. Op een gegeven moment kies je er dan toch voor om het gewoon te laten zoals het is. Maar het leuke is, ze passen me nog steeds. Hou eens vast. Het leuke van dit pak is dat niemand kan zeggen dat hij me ooit in dit pak heeft gezien. Dat heb ik tijdens de show nooit aangetrokken. Zie je het? Wat moet er nog meer mee, Claudie? Jouw tas? Ja, heftig, hè? Die repetities allemaal. Ja, maar ik. Het is wel lekker om alles gewoon zeker te weten. Iedereen begrijpt dan wat er gebeurt. Dan. Ja, ik en ik trek het, weet je wel. En dus dat is. Vanavond nog even. Hard gewerkt, hè? Maar wordt vanzelf je, weer. Ik heb al twee handen nu weg. Hè? Wordt vanzelf weer 11 uur. Nou. Even kort krijgen. Ja, om live te doen. Maar je hebt hier geen verbinding, denk ik. Dat kon er ook niet, nee. Ja. Rensje! Ja. Ik heb mijn kleinzoon geen gedag gezegd. Geef me kus! Geef me kus! Hi, man. Waar is Liesje? Liesje? Oh, nee, laat maar. Die zie ik straks dan wel even dan. Stoeltje erbij. Stoeltje erbij. Het is, dit wordt uitgezonden, want Radio 5 zendt het concert van u uit. Oké. Okay. En dit gesprek wordt voorafgaand aan dat, aan die opname-uitzending uitgezonden. Ja. Ah, je hebt het al gezien, dus. Ja, ik zag u daar op dat podium staan, Lee Towers. In Ahoy, in het centrum van Ahoy. Ja. Al die lichten, al die lampen, die showdanseressen. En u stond daar, ik dacht, hoe kan dit 11 jaar lang nou niet zo zijn geweest? U hoort daar. Ja. Zal ik jou wat zeggen? Ja, wat gaat u zeggen? Hij slaat de spijker op zijn kop. Ja, alleen had dat natuurlijk wel ieder jaar willen doen. En weet je wel, op een gegeven moment dan denk je van, laten we maar even rustig aan doen. En misschien is er een beetje een overkill. Maar aan de andere kant is het natuurlijk geweldig wat Leen heeft geïnitieerd al die jaren. En hij is eigenlijk de eerste artiest geweest die. Die begonnen is om gewoon Ahoy te gaan doen. Terwijl niemand dat van Nederlandse artiesten verwachtte. En er waren wel veel Amerikanen die bijvoorbeeld hierheen kwamen. En die deden dan bijvoorbeeld een programma, een beetje een voorprogramma. En dan kwamen zij eigenlijk pas. Maar Leen vond het eigenlijk geweldig om dat hele programma te doen. Met prachtig ballet en show. En hij is eigenlijk de initiator geweest van dat geheel. En sindsdien heeft hij natuurlijk al jaren dat achtereen gedaan. En toen gewoon een paar jaar rust. En dat is natuurlijk ook logisch. Nederland is natuurlijk niet zo'n groot land. Dus dan doe je alles weer een keer zoals het moet. Met alle toetsen en bellen. En het is prachtig dat hij dit gewoon nog een keer doet. En dat kan. Kom maar naar. Kijk dat scheelt toch? Knieën tussenin zitten. Ja, dat is prima. En dat zegt Anita Meijer, terwijl, Lee Towers haar steeds op de hand klopt. Want u kon zelf eigenlijk even geen antwoord geven. U raakt heel geëmotioneerd. Ja, ja. En dat heeft te maken met het feit. Ik heb nooit gedacht eigenlijk dat 2000 nog zou plaatsvinden. We hebben tussen 1995 en 2000 hebben we afgrijzelijke dingen beleefd. Heel verdrietig.
En is that all there is? Weet je, dan neem je even afstand van alles wat showbusiness is. Ik want dat was in je privéleven. Ja, ja. En dan, ja, dan is de showbusiness is eigenlijk dan toch een luchtballon waar je waanzinnig mooi logo op staat. En hoe groter je die luchtballon opblaast, hoe groter dat logo wordt. En het houdt eigenlijk niet op. Totdat je er een gaatje in prikt en dan blijft er niks van over. En dan alles wat er dan van overblijft, dat is de B zelf. Dus, ja. Had ik jou die nog verteld van die man die naar de kapper ging, Monica? Die ging niet. Die kapper die zegt, meneer, hoe had u het geknipt hebben? Nou, zegt hij, zal ik je vertellen. Hij zegt, hier een beetje lang. Hij zegt, en dan droog. En deze kant links. Hier zo kort, een beetje vettig. Hij zegt, en dan rechts achterin wil ik twee pijpenkrulletjes. En dan links achterin wil ik het een beetje gekarteld. Zegt die kapper, ja meneer, zulke modellen maken wij niet. Hij zegt, oh nee. En 4 weken geleden dan? Oh. Ik vind ze moet altijd leuk blijven. Je moet ze ook onder de kerstboom kunnen vertellen. En een ander vindt dat... Maar dat vind ik leuk. Gewoon... Zegt die olifant die de bus in komt. Zegt die buschauffeur, goh, zegt hij, voor het eerst van mijn leven, zegt hij, dat ik een olifant in de bus heb. Zegt die olifant, nou, dat is ook de laatste keer, want morgen is mijn bromfiets weer gemaakt. Ja, nou ja. Je kunt hem ook flauw vinden, dat kan natuurlijk. Ik vind ze leuk. Maak mijn speldje. Hoe voel je? Tijgertje, hè? Ja, ben je er klaar voor? Ja. Onhandig. Wat is het voor speldje, Leen? Hierboven? Sorry? Het speldje? Ja, ik heb mijn in-ear zin, dus ik... Wat is het voor speldje? Mijn speldje? Ja. Dat heb ik eens gekregen toen ik een juwelier die 25 jaar getrouwd was, uit de brand heb geholpen. Dat niemand kwam opdagen. Het was zulk slecht weer en mistig. Ik was de enige die kwam. En gelukkig hadden de jongens van het geluid 's middags al geluid neergezet. En ik had verder die avond niks. Dus die vroeg ook of ik nog iets extra's wilde doen, omdat die anderen niet opkwamen dagen. Nou, heb ik hem uit de brand geholpen. En toen zei hij, nou, ik zeg, kom je over een paar weken, kom ik je nog eens leuks brengen. Dat was, maar ik praat nu over 33 jaar geleden. En toen stond hij op een gegeven moment aan de deur. En ik dacht dat het rhinestones waren, weet je wel. Ik denk, ja, dat moet ik met die flauwekul, weet je wel. Maar toen bleken het echt een mooie loopzuivere briljantjes te zijn. Zo blij was die man. Ongelooflijk, dat is echt gebeurd. Dus mensen denken dat je dat allemaal zelf bedenkt. Maar bedacht ik helemaal. Net is die gouden microfoon, dat heb ik ook niet zelf bedacht. Die heb ik gekregen van de jongens van Flashlight en van Amco. Echt waar? Voor mijn eerste gala in Hooi. Dat wist ik ook niet. En daar hadden ze mijn naam in laten graveren, 1984, je hebt het gezien. Ja. Dus dat is... Dat overkomt je. Dat het overkomt je. En dat wordt dan ook in de later stadium wordt dat een handelsmerk. Ga je lekker mee die kant op? Jongens, ik ga met je mee. Weet ik niks. Sonja bent achter straks, hè? Ja. Die afgeven als ze maar konden je dit in de handen duwen naar beneden. Ik ben daar. Hoi.
gaan er een feestje van maken, dames en heren. Hebben we er zin in? I'm proud of you, baby. I can see clearly now. Geweldig. Wat mooi. Surrounded by friends. Applaus. Een mooie, grotere opening nog van de volgende song. Moet nog even wat meer dynamiek krijgen, weet je wel. Listen. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who... Hij zingt to walk away from someone, maar mijn ding was Ahoy. Dus ik maak dat to walk away from something. That means everything in life to you. Dat is dat jubileumconcert. En dan kom ik weer terug met een song van Bobby Darin. Die is heel verrassend. Maar luisteren. Sweet Caroline. Maar zo klein. En dat laat ik straks arrangeren voor het Metropoolorkest. Where it began. I can't begin to know, but all I know is growing strong. Ik heb dat laag, weet je wel. Was in the spring became summer. Who'd have believed you'd come along? Mooi koor erachter. Aparte. Bijna tegen het eindje aan, daar ging je van. My way. Hoe heb je Leen eigenlijk leren kennen, Laura? Alweer ruim 42 jaar geleden. Ik was gescheiden met drie hele kleine kindertjes. En mijn ex-schoolfamilie belde mij op van... joh, we hebben vanavond een gezellige avond. Zorg voor oppas. En ga dan eens met ons mee. Nou, dat heb ik kunnen regelen. Dat heb ik dus gedaan. En wie speelde daar? Dat was Leen met de Drifting 5 toen nog. Want hij werkte overdag dus bij Boelen. En dan het weekend, s'avonds, meestal had hij dan met zijn band een optreden. En wij hadden oogcontact en dat klikte gigantisch. En zo is het gekomen. Ja? Ja. Door het oogcontact?
Nou ja, dat was ja, dat je elkaar een leuke smile kon geven. En hij had rust, zeg maar. En toen kregen we het eerste gesprek. En van het een kwam het ander. En toen hebben we een eerste afspraakje gemaakt. Ja. Was je niet huiverig ervoor? Jawel. Ja, want hij was het natuurlijk helemaal niet gewend, hè? In één keer varen, in één keer een gezin. Nee, maar je ziet toch wel gauw aan iemand, vind ik. Zeker in 2 jaar. Wat hij betekent voor de kinderen. Wat hij er allemaal voor over hebt, zeg maar. Dus, ja. En dan het gevoel van liefde is dan zo groot, denk ik. Dat je dan die stap gewoon wel waagt. Je zag in hem een goede vader. Absoluut. Ja, dat was toch voor mij vaak het belangrijkst. Ja. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought it would. But I believe you really ought to. Begin gelijk met een gezin. Nou ja, waren we al blij dat hij een autootje had. En als hij dan, als daar iets aan mankeerde aan die auto, ging hij zelf op de sloop. En dan, nou, hij was gelukkig handig erin. En dan stonden wij op het kleine balkonnetje met de kinderen. En dan riepen de kinderen, oh, papa, kom er weer aan. Hij doet het weer, hij doet het weer. En dan kwam die auto, die reed dan weer. Ja, zo ging dat. Ja. Maar hij ging met evenveel plezier de deur uit dan nu, bij spreken. Absoluut. Ja, heb nooit geen hekel aan zijn werk gehad. En buiten dat, toen hij nog bij Boelen werkte, ging hij zaterdags, was dan zijn vrije dag natuurlijk, ging hij dak bedekken. Ja, hij heeft van alles nog bijgeklust om een extraatje te verdienen. Ja, dat is altijd de harde werken geweest. Niet gestopt. Er zit nog een ander kantje als een project. Moet je voorstellen, mijn moeder is bijna 94. Ja, je wordt geen 194. Dus kijk op een bepaalde leeftijd hoeveel mensen om je heen afscheid moeten nemen van het leven. Kijk, en als ik nou losse optredens heb en er gebeurt iets droevigs of ernstigs in de familie of in je omgeving met goede vrienden, dan kun je volstaan met dat optreden te cancelen en dat komt iemand anders in jouw plaats en er is er verder niks aan de hand. Maar je kunt Ahoy kun je niet cancelen. Ahoy kun je niet cancelen. Ja, in de familie ook een keer iets heel ergs meegemaakt, hè? En daar doel ik ook een beetje op, dat als zoiets. Als ik zie hoe lang ik daar mee heb geworsteld. Hoe lang dat heeft geduurd voordat ik weer, laat ik maar zeggen, de oude Leen was. Ja, maar wat was er precies gebeurd? Nou ja, dat was traumatisch. Dat je schoondochter verliest en mijn jongste broer komt om bij een ongeluk. En wat we ook bij die brand in Antwerpen hebben meegemaakt. Dat maakt natuurlijk toch een ander mens van je. Hoe lang geleden is het nu? 15 jaar geleden of zo, uit mijn hoofd. Ik weet geen eens meer precies de data. Ik weet alle data's uit mijn hoofd, behalve die. Dat is ook zoiets. Waarom niet? Dat wil je ook niet meer weten. Natuurlijk begrijp je dat je met, als je met zo'n documentaire, zoals nu bezig bent, dat je daarnaar vraagt. Dat is ook wel heel legitiem, trouwens. Maar het blijft nog steeds moeilijk om erover te praten. Dat is het gewoon, eigenlijk.
Nou, kun je wel snijden? Jongens, luister, ik heb toch even een opmerking, Hans. Ja. We moeten met iets anders gaan werken, want dit duurt allemaal te lang en het wordt te eentonig. Oh, wat wil je doen? Het is 3:30 vanmiddag. Ja? En van de week heb ik het al opgestuurd. Daar ben je net mee begonnen, lijkt het wel. Nee, helemaal niet. Die is gewoon het kwart, accentjes en dergelijke allemaal geëdit en noem maar op. Maar als ik nou een televisieproef bij me heb, dan laat je dit toch niet horen? Nee, maar daar was ik mee bezig, toch? Dus als je zegt van, we moeten laten horen wat klaar is. Ja. En daar moeten we nog een beetje mee spelen. Prima. Dan wordt het leuk. Ik vind het goed. Zeg het maar. Ik bedoel, ik ga er zo naartoe. Dat maakt mij niet uit. Dat is voor mij net zo makkelijk. Zet dat zelf op. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed. Juist. Juist. Kijk, hoppakee. Kom maar. Hop, kom, kom. Hou vol. Die piepje hoorde ik niet. Kom maar. Hop. Ja, oké. Dat is de minuut. Gaat op 2 voeten staan, arm een beetje balans. En dan even niet. Ja. Probeer 5 tellen per been, maximaal. En dan wist je. Probeer maar. 1, 2, 1. Dit zijn geen opnames voor televisie natuurlijk, dit wat ik nou doe. Nee, maar nou ja. Staat de kloten van hier te gunten. Kom op. We zijn wel aan het oefenen. 1, 2, 3, 4, 5. Andere been. 1, 2, 3, 4, 5. Eigenlijk, ik ben er nu bij, maar je hebt me eigenlijk helemaal niet eens nodig. Nee. Dus het is ook de focus die je even hebt op die balans. En dan lukt het gewoon. Ja. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. My friends. Hey, my friends. Are longing to stay. Hey, nog een. Hey, hoe gaat je alles goed? Daar is Ahoy ergens. Ik heb daar de weg gevolgd. Dat is mooi, hè? Dat is de waarlade. En het verlengde daarvan, dat ligt daar. Dan lig je daar ergens aan. En Lien, hoe gaat het de weg op? Gaat heel goed. Hoeveel heb je er verkocht inmiddels vanwege? Nou, ik denk dat we misschien nog 2000 kaarten. Fantastisch. Maar het blijft one night only, hè? Het blijft one night only. Helemaal wel. Ja. En het eerste wat ik doe, is op de fiets. Niet te lang. Wie staat naast je binnen? En dan ga ik eerst 10 minuten even warm-up. Binnen op buiten fietsen? Dan ga ik even wat handelingen, even e-mailtjes binnenhalen. En dan knal ik hem er nog een half uurtje tegenaan. Kijk even. Ja, maar dat doe ik dan thuis. Helder. Maar als we naar de sportschool gaan, dan gaat echt de beuk erin. Nee, bokstrainingen en alles. Alles erop en eraan. Mijn hemel. Dus dat wordt nog... Jij voorziet toch geen knoppen. Maar je ziet ook aan mijn kop dat ik sterk ben. Absoluut, maar dat zagen we toch al. Ja, ja. Dus, maar dat is... Ja. Vroeger in Ahoy had ik gewoon hele ruimte. Heb je dat wel eens? Ja, dat weet ik. Ik ben bij. Hele ruimte waar allemaal trainingsapparatuur stond. Gewoon... Het is uiteindelijk zo'n hele avond moeten vullen. Is topsport. Jawel. Dat wordt vaak vergeten. Jawel, maar het is ook mentaal... geestelijk, lichamelijk. Gezonde geestelijke dus je moet gewoon een hele
viriele uitstraling hebben als je daar staat. Mensen moeten zeggen, wauw, weet je wel. Je bent eigenlijk, maar ja, je bent nog wel iedere dag ermee bezig natuurlijk, toch? Ja, elke dag. En je hebt nog optredens tussendoor ook? Of? Ook nog optredens tussendoor. Nee, nee, dat was vorige week helemaal een waanzinnige week. Had ik er geloof ik 9. Schijn het eruit. Ja, gaat gewoon niet. Niet te geloven. Ja, dus maar moet je ook niet een beetje zat sparen? Zat ik elke dag bij de... Nee, sparen is voor mij nooit goed. Voor mij is altijd... Doorgaan. Ik moet die adrenaline moet ik opwekken. En dan, nee, dan gaat het... Dus ik slaap erop. Niet te geloven. Ja, niet te geloven. En Laura, slaapt hij ook nog? Ik ga naar bed. En ik, ja, maar is echt waar. Maar weet je wat het leuke is? En dat, jullie maken dat toch mee? Nee. Jullie genieten ook meer van als je ziet dat het, wat er allemaal gebeurt met mij. Nee, ben je toch trots op? Natuurlijk, is het natuurlijk zo. Wat erbij, ik ben toch een vriendje. En zo werkt het. Ja, nee, is ook zo. Iedere dag, bij elke vergadering, kijken ze naar mijn kop. Ja. Hoe de vork erbij staat. Ja. Dat kun je laten zien. Ja. En als ik helemaal down the drain ben en ik moet over 3 weken moet ik jullie feestje opgeluisteren. En dan ga ik straks de deur uit. Dus ik hoop dat het maar goed komt, weet je wel. Want zo werkt het. Al die neuzen moeten in dezelfde richting. Met z'n allen één dissonant. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel, zeggen ze altijd. En die kan gewoon de hele boel om zeep helpen. Er zijn ook mensen die niet weten wat de adrenaline betekent. Die snappen dat niet. Is het nou je grootste show? En dat heb je vaak met voetballers. Die zijn gewend om in een team te spelen. Maar er zijn maar uitzonderingen. En dan noem ik er één hele grote uitzondering. Eén hele grote uitzondering in de voetballerij. Die adrenaline maakt als die werkt. Is Dirk Kuyt. Die blijft sjouwen en die blijft... Pezen, en die blijft gaan. Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to know. I only know it's growing strong. Was it in spring? Then spring became the summer. Would I believe you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Vanmorgen gerepeteerd en vanmiddag hebben we van 1 tot 3 hebben we het hele programma gedaan, wat 2,5 uur duurt. Dus ik heb, moet je voorstellen, bijna 4 uur heb ik al staan zingen. Je vader dacht dat artiesten niet hard hoeven te werken. Ja, maar mijn vader had een heel andere beleving van artiesten. Artiesten waren... In die tijd voor dat soort mensen die zwaar christelijk waren... een soort uitschot in de maatschappij. Maar ik denk dat als mijn vader het nog had kunnen meemaken... dan zou die apentrots op me zijn geweest. Nu ga je naar huis? Nu ga ik naar huis, ja. Ja, ja. Nou, dat mag wel, hè, nou. En dan moet ik vanavond nog even werken, ook nog. Heb je daar ook zin in? Ja, nou ja. Maar kijk, dat is ook weer discipline, weet je wel. Een ander die zegt, ja, zeg maar af. Maar die mensen hebben 1,5 jaar geleden hebben ze dat geboekt. En jij bent nu helemaal in de belangstelling. Dus ze vinden het natuurlijk fantastisch als jij er juist dan vanavond... een paar dagen voordat je in Ahoy staat er nog bent. Ik bedoel, dat is de kers op de taart. Ja. Dus die laat je dat toch niet zakken. Althans, ik niet. Nou, lieve schat. Nou, jij moet werken alleen? Ja. Ook op de verjaardag van je dochter? Ja.
Dat zijn zo de consequenties, hè? Ja, maar zulke dingen zijn vaak al een half jaar van tevoren gepland. En op een gegeven moment, als je dan belt en je zegt, Pim, is die dag nog vrij? Dan zegt hij, nee joh, die is lang bezit. Ja. Ja, je kan het niet cancelen voor een verjaardag. Wat vind jij dan nou van Laura? Hij is bijna iedere avond weg, hè? Ja, ik ben natuurlijk wel aangewend. In het begin had ik er meer moeite mee als nu. Maar ja, je bent natuurlijk wel zo reëel dat je weet dat je weer zoveel andere dingen hebt wat je anders niet zou hebben. Dus daar tegenover staat weer een heleboel leuke dingen. Wat ga je doen vanavond? Feestvieren. Oh, ja, de familie, want dat gaat toch door. Ja, ja. Het is jaar vandaag. Oké, nou we gaan rijden. Je moet lekker. Hé, dag lieve. Dag Leen. Dag. Poppie. Dag. Kom ons weet je. Ja. Weer of geen weer, feest of geen feest, Lee Towers laat zijn publiek niet graag in de steek. Niet zelden treedt hij 3-4 keer per avond op en verslindt daarbij 100.000 kilometer per jaar. Maar soms vragen mensen, zeggen ze wel eens, nou, is het dan nog nieuws onder de zon? Want Vegas is altijd nieuws onder de zon. Het zijn de nieuwste productiemiddelen die je daar ziet. Het is... Ja, ik heb toch wel een spektakel veroorzaakt. Maar wat je daar allemaal ziet, en daar ben ik gewoon benieuwd naar. Celine Dion. Ja, dat is toch... Die euforie wil ik toch nog wel een keer gewoon meemaken. When I was 17. Oké, sorry. Deze ruimte... Het is een beetje Hello. Improviseren. Hallo. Hi, Gerry. Geen probleem? Sorry. Is er geen probleem? Nee, we helemaal goed. Oké, okay, bedankt. Dank je wel. Ja. Alles veertje. Rob, ik haal die avond wel in mijn zak. Is goed. Dan rij ik gelijk naar achteren. Luister, het is een hele speciale avond, hè, vanavond. Hè. Iemand werd 45. Mijn broer die is, heeft het Down-syndroom. Ja. En feest heel graag. Dus ja, we hebben ten ere van zijn verjaardag het feest georganiseerd. Ja, ja. Ja, dat was maar één artiest, hè. Oké. Die mocht komen. Ja, en dat was punt 1 vanwege jouw mooie stem natuurlijk. Ja. En een tweede reden was, omdat je er zo netjes uitziet altijd. Okay. Hij noemde een paar artiesten, die mochten niet komen, want één had een oorbel in. En dan, ik noem uiteraard geen namen. Ja. En een ander zag er altijd zo zweterig uit, zei hij. Moest je ook niet hebben. Hij zegt maar, Lee Towers, die ziet er altijd netjes uit. En hij ziet er zelf ook altijd netjes uit, dus een ijdeltuit. Dus dat was ook een reden. Mede een reden. Hij heeft gelijk. Ik hoop dat je leidt heb ik voor jou besteld. Thank you. Thank you very much. Heel lang zo hier naartoe gereden, hè? Ja. Maar ik moet wel even een plekje voor de auto hebben, want ik sta nu voor de deur. Pal voor de deur. Ja, straks, zet je hem straks even. Heb ik in mijn zak. Ja, nee, maar er zat ook nog de losse dingen die daar kunnen vallen. Ja. Miljoen. Stapelbank. Ik heb jouw portemonnee en je telefoon. Oké.
even wachten. Het laatste stukje is naar buiten, dan rijdt de andere zaal in. Is goed. Links, rechts. Kijk, ik ga het ook kijken. Ik laat die auto lekker staan. Leuk, hè, jongens. Wij hebben toch een heel bijzonder vak eigenlijk, hè. Je ziet wat voor afstand je moet afleggen, dwars door bedrijven heen, dwars door keukens heen, dwars door... En uiteindelijk kom je dan toch om, om mensen te gaan entertainen. En die zien eigenlijk, dit zien ze eigenlijk nooit. Komen binnen, hangen de jas op, klaar. Ik hou van mijn vak eigenlijk. Het maakt allemaal een onderdeel uit van alles wat je doet. Wordt ontvangen door mensen. Die kijken er ook naar uit, die vinden het ook leuk. Ja. Dames en heren, wacht even jongens, wacht even. Heeft u allemaal al gezongen vergeerd voor zijn verjaardag? Hebben ze al gezongen voor je? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieve Geert. Happy birthday, lief Thomas. Hey, mooi hè? Hey, wat leuk. It's gonna be a bright, so bright, such a shiny day. Yeah, that's right, really bright, such a shiny day. I think I can be, well, the pain is gone. Hey Geert, kom even bij me. Dus ik ging vanavond naar Zeeland. Maar je hebt twee Zeelanden in Nederland. Dus ik denk, ga ik nou goed? Of ga ik nou niet goed? Dus ik sta bij de benzinepomp. Dames en heren, moet je voorstellen hoe dat gaat. Zegt die pompbediener, hij zegt, meneer, u hebt een bekend gezicht. Ik denk, hé, die heb ik meegehoord. Dus ik teken mijn bonnetje af, ik betaal. Hij zegt, ja, u hebt een heel bekend gezicht, meneer. Ik denk, nou, ik zal hem helpen. Ik zeg, nou, ik ben Lee Towers. Hij zegt, ja, maar u hebt toch een heel bekend gezicht. Hij lacht. Jongens, een beetje lachen ook, hè. Hebben we er zin in vanavond, Geert? Hé, wat ziet er mooi uit, man. Ik heb voor jou ook mijn mooiste pak aangetrokken. Hé, hey, mooi hè? Hartstikke top. Oké, man. Cause where it began, I can't begin to know it. I only know it's growing strong. It's growing strong. Growing strong. Growing stronger. Dacht je van als kind al van ik ga iets bijzonders doen? Nee.
Wij waren zwaar christelijk van huis uit. Ja, en de motto's bij ons thuis waren... Dat is als je voor een dubbeltje geboren bent, dan... En we hadden nog een gezegde, dat is voor ons soort mensen niet weggelegd. Dus met andere woorden, je moet je schikken in je lot. En zo is het kennelijk bedoeld. Ik geloof in het feit dat als je keihard werkt, dat je dan iets kunt bereiken. Ook al ben je kansarm. Ik bedoel, als je intelligent bent en als je alles op een rijtje hebt... en je bent niet lui, je bent eager, dan... Iedereen kan eigenlijk alles wat hij wil, kan die worden. Behalve als je lui bent, dan wil je niks. Hoe intelligent je ook bent, dan ben je niet vooruit te branden. Sommige mensen. En dat vind ik erg. Gingen jullie ook elke zondag naar de kerk? Nee, die kerk die was niet zwaar genoeg. Heb je Geert Mak gelezen, het eeuw van mijn vader? Dat is ons verhaal. Dat gebeurde dan thuis. Er kwamen die gelijkgestemde zielen, die kwamen dan bij ons thuis. En die gingen dan, zitten bomen hoe de leer dus echt gebracht moest gaan worden, weet je wel. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar ik vond dat, ik zag dat eigenlijk allemaal niet zo. Wow. Zegere de boeren, God zegen Transvaal. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls. And soft summer nights, we'd hide from the light on the village green. When I was 17, was natuurlijk ook niet makkelijk, hè? Dat leeftijdsverschil van 30 jaar. Ja, ook dat hebben we allemaal meegemaakt natuurlijk. Het ging ook op een gegeven moment zijn tol eisen. Toen ging het ook niet meer, toen gingen ze uit elkaar. En dan realiseer je ook, dan denk je, ja, zo christelijk, zo zwaar christelijk. Maar uiteindelijk gebeurt het toch gewoon wat er bij andere mensen ook gebeurt gewoon. Altijd toch, dat was ook toch wel een constant spanningsveld. Ik geef een voorbeeld. Ik ging naar de technische school. En toen had ik van mijn krantenwijk... Toen had ik de helft voor een nieuwe fiets bij elkaar gespaard. En die andere helft die kreeg ik dan van mijn ouders. Ja, waarvan? Nou, die hadden ook niks. Maar... Achteraf bleek dan dat ze die bij de fietsenmaker konden aflossen voor in zo'n lange tijd. En wat gebeurde? Ze waren de boezem aan het verleggen bij ons. Zo van die grote grijpers, van die draglines waren bezig en die grote vrachtwagens trokken voorbij. En dat heeft me altijd geïnteresseerd. Dat soort werk. Nog eigenlijk. Dus ik ging op mijn nieuwe fietsie. Ik fietsen natuurlijk. En iedereen mijn fiets laten zien. En ik zet die fiets op de standaard. En ik hoor een hoop geronk. En ik hoor een grote vrachtwagen starten. En die rijdt achteruit mijn hele fiets. Dan nog platter dan plat. Ik dorst niet meer naar huis. Ik dorst... ik denk, ze maken me dood. Met een nieuwe fiets. Ja. Ze hebben me, het was al donker, ze hebben me gezocht. Ja, nu lach je daar misschien om. Dat was echt niet om te lachen, hoor. Want je realiseerde je dan opeens dat je denkt van... Jeetje.
Dit is de grote Las Vegas koning van Nederland. Wij hebben de Voice of Holland hier, jongens, de echte Voice of Holland. Hierachter staat misschien wel de allergrootste. Piraten der Lage Landen, doe de handen omhoog, want hij gaat jullie in vervoering brengen. De keizer van de Rotterdam, hier is Mista. Cliff Richard. Ja. Nou, die heeft het nooit gemaakt in Amerika. Nee, maar dat was ook niet het uitgangspunt. Hun uitgangspunt. Kijk, ze trekken een blik open en ze hebben 1000 zangers van hetzelfde kaliber. Alleen, ja. Ze kunnen om jou een verhaal maken, en dat is wel aantrekkelijker in Amerika. Als ze maar een verhaal kunnen maken van een kraandrijver of een kraandrijver naar een topzanger in Nederland. Dat is het punt. Ja, één boterham tegelijk eten. Ja. En je bent altijd weg. Ik ben gewoon wereldbekend in Nederland. Ik ben wereldberoemd in Nederland. Ja. En mijn thuisfrontje. Dat vind ik toch ook wel heel erg belangrijk, hoor. Zeker weten. Hey, wel leuk, Las Vegas. Ik ben er nog nooit geweest. Dan ga je ook gokken? Nee, ik ben geen gokken. Ik klap safe. Oh, oké. Okay. Geweldig, jongens. Hey, vriend. Hoi. Goed, hè? Perfect, toch? Hé? Perfect, toch? Ja, die zit achter. Ik ga niet meer weg voordat je je oortjes in hebt zitten nu. Ja, ik kon nog even een ander overhemd optrekken en zo. Ik heb niet nog gedaan, joh. Hé? Ik heb straks maar even, Karel. Als dat, ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook, maar ik vroeg mij af wat er gebeurd was. Goed? Ja, heel goed. Dus, hè? Zit goed in mijn vel. Ja, he? Lekker. Ik snap het jammer. Enthousiast, joh, die mensen, joh. Wat leuk, joh. Ja, je komt toch gewoon weer thuis. Het is 3 kwartier, hè? En dat toch? Is... ja, er zit... ja, er zit 11 jaar tussen, maar ik geloof het niet. Nee. Ik denk, dat is denk, ja... Ben je normaal, Laura? Dat is echt fantastisch. Ja. Mooi, hoor. Nee? Was echt, ja, top. Maar je had je jasje, Leen. Leen, je had je jasje helemaal niet open. Ik ga even, erg in. Oké. Okay. Dan heb je al een glittervestje, maar daar zag je niks van.
na de pauze. Ja. Ik denk, ja, ik kan het ook niet hard roepen van doe je het jasje open. Maar goed, was het goed. Nee, Las Vegas had hij echt open genoeg. Ja, maar dan zit je... Peet wel lekker af, nee. Ziet er goed uit. Maar ja. Dan zie je er blijven slank uitzien, weet je wel. Dat scheelt. Nou, was mooi, hè? Liepie het. Ja, ze is naar de wc. Oh. Ja. Ja, leuk. Maar met zoiets ken ik 100 mee worden, bij wijze van spreken. Oké. Las, kom hier. Ik ook. Nou. Sorry? Kom bij me zitten. Nou, ik heb zo'n... Even gezellig. Wil je drinken, Lauw, hè? Wil je iets drinken? Een watertje. Daar hoorde die mensen klapt allemaal. Mm-hmm. Leuk, hè? Ja, 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 ja. Dat is ook wel een hele mooie jurk die Jan hebt, zeg. Jeetje, zeg. Ja, ook weer. Jongen, jongen, je bent echt wel een prinsesje, hè? Zeg je? Feest. Mama, volgens mij dacht zij ook dat ze een echte tovervee was. Ik geloofde ook dat ze een echte tovervee was. Met al die bellen blazen. Ik was in ieder geval heel erg betoverd. Leuk, hè? Dat kunnen ze ons nooit meer afnemen, lief. Dat staat gewoon nu op de film. En dat, al word je later 100, dan denk je nog altijd terug. Aan 1 november. Hé, hey pap. De heer van Vollenhoven, die niet Pieter noemt. Oké. Komt hij hier, hè? Ja, die wil even hierheen. Dus ik weet maar of nu of over 10 minuten wanneer jij er klaar bent. Ja, we moeten even schoon over hem dan. Ja, waarom zou ik het even? Onderkamertje. Ik ben een beetje bezweten natuurlijk in mijn nek. Ja, kom er even mee uit. Nou. Dat was ontzettend gek. Dus, Nou, is dit het jonge ding? Daar hebben we hem. Hey, is voor... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is toch wel trillig. Je gaat in de zak van Sinterklaas, toch, jongen? Top, gezellig, hoor. Geweldig, man. Je wist het echt niet, hè? Nee, ik was echt niet, nee. Ik dacht dat je flauw zou vallen. Daar had ik me nou zo verheugd. Ik heb een cursus mond-op-mond beademing gedaan. Ik dacht, ja. Hij valt flauw. Als ik kan dat ik had geweten, dan had ik flauw. Jongens, ga even zitten, twee tellen. Twee tellen, dat hij is echt zo gasvrij. Ja, ja, ja. Ga even zitten, maar ik weet dat jullie straks weer weg moeten. Het is niet te lang. Ja. Nee. Ga jij nog maar even relaxen. Hey. Hallo. Maar jullie kennen elkaar. Ja, eerst de gast. Ik was er al. We kunnen beginnen. Ja, ja, ja. Ja. Ik ben Mara. Wat doe je? Goed dat je leuk bent. Wij moeten natuurlijk dus naar die kant toe, want daar heb ik gehoord, er zat een haringbouw. Dus daar gaan we dus dan naartoe. En dan heb ik nog iets. Ik krijg net bericht, hoe laat is het, dat onze minister-president, die komt dus wel. Ja, komt hij? Ja, hij komt wel. En hij is hier dus om 7:15. En hij zal zeker nog een paar woorden tot iedereen. Mijn riem, wat? Ja. Nee, 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 onder je broek. Hadden we maar een vak geleerd, hè, jongens? Hé? Je hebt ook een vak, hè? Ik had een fantastisch vak. En daar heb ik met zo ongelooflijk veel plezier heb ik dat altijd gedaan. Ging fluitend ging naar mijn werk. Echt waar. Echt waar. Ik genoot ervan. En nu ook. Alles leuk.
zelf. Maar ik vind het idee dat we het met z'n allen moeten doen. En dat gaat lukken. Vast. Is iemand met aanhaal of zo? Toilet heb je ook niet? We vragen het ons allemaal wel eens af. Maar als we het één keer met z'n allen doen hier en allemaal doen, dan moet het maar wel. Meneer, u hebt een bekend gezicht. En ik denk, nou, die heb ik meer gehoord. Dus ik teken mijn bonnetje af. Hij zegt, ja, u hebt toch wel een heel bekend gezicht. Ik denk, nou, ik zal hem helpen. Ik zeg, nou, dat kan wel. Ik zeg, ik ben Litouwers. Hij zegt, ja, maar u hebt toch een heel bekend gezicht. Niet te geloven. Wat maken mensen mee? Even een belangrijke vraag. Hebben we er zin in vandaag, hier vandaag, bij Henk Wolk, mijn vriend en waanzinnig ondernemer? Ik ben benieuwd, als we straks in Curaçao aankomen, hoe onze tuin erbij staat. Maar ik ben er wel aan toe. Ik heb wel een jaartje achter de rug. Jee. Ja, mooi en fijn jaar. Hè? Mooi en fijn jaar. Jawel. Ja. Ongelooflijk. Oh, als ik die hoge kraan zie, moet ik altijd aan jou denken toen je nog op de werf werkte, hè? Met Bol Nesty. Er zit een kat, hè, die naar boven komt. Ik zie je nog klauteren. Ja. Ze had een meid te binnen, maar die kan ik niet vertellen. Oh. Dan zal niet veel soep zijn dan. Zeker weer man hem op. Het is leuk voor onderweg als je met Teun weer zit. Of heeft hij hem al 10 keer gehoord? Ja. Meestal wel. Ja, 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 ja. Maar ja, je vindt hem zelf nog steeds leuk. Dat moet kunnen. Moet er niet aan denken als hij dat niet meer zou kunnen. Echt waar. Wat bedoel je? Ja, zeg, je vindt nog steeds leuk. Nou, okay. ik heb het over moppen vertellen. Oh, heb ja, ik ook. Het. Tuurlijk, het is toch leuk? Ja, dat hoort bij jou. Ja. Helene, heb je nog een nieuwe mop? Ja, ja. Dus het dat er gaat. Weten ze het allemaal wel zo langzamerhand, hè? Ja. Ja. Ach, de ene keer zijn ze leuker dan de andere keer, maar... Nou, het leukste is dat je er zelf altijd zo ontzettend om moet lachen. Ook ja. al heb je hem 100 keer verteld.
Dat is nog altijd de humor, feitelijk. Ging je in die tijd ook nog naar de kerk? Of hebben jullie dezelfde soort achtergrond? Ja, ik was vrijgemaakt gereformeerd. Ik zeg was. Vrijgemaakt gereformeerd van artikel 31. Dus dat was wel heftig. En ik voelde me daar absoluut niet lekker in. Als jong kind al niet. Maar ja, je moest. En je moest dit. Je moest alles feitelijk. Dus het woord moeten, daar heb ik een vreselijke hekel aan. Ja, ik zeg altijd moeten, dat is onder dwang. En dan werkt het ook niet. Maar ik ben zelfs op de MULO geweest, ook van die kerk. Ja, tot mijn 19e, 20e, denk ik, heb ik dat volgehouden. In Rotterdam? In Rotterdam. En toen overleed mijn moeder en toen ben ik op kamers gaan wonen. Ja. En toen dacht ik, nou, die vrijheid, hè, die vind ik heerlijk. En toen ging het een beetje verkeerd. Ja. Wij moesten ook allemaal meelezen, bijvoorbeeld aan tafel met mijn vader. Kregen we allemaal een bijbeltje voor ons. En dan zei mijn vader bijvoorbeeld, Laura, lees jij door. Dus hij wilde hebben dat je daar echt mee las. En dat je niet met je gedachten ergens anders zat. Of ja, dus die verhalen van Leen, dat komt ook wel een beetje overeen met hoe ik grootgebracht ben. Ja. Ontgroeid. Zondags niet op de fiets. Zondags niet buiten mogen spelen. Ja, wie bedenkt zoiets, weet je wel. Dat kan toch niet echt waar zijn? Maar ja, het was dus gewoon wel echt waar. Dat gebeurde gewoon. Nou, mijn vriendje nodigde hem uit. Ja, wij woonden op Bolnes, onder de rook van Rotterdam. Brede Rijweg, Stadionweg, Berielselaan. Door de voetgangerstunnel de stad in. Maar ja, ik dorst niet achter op die fiets te springen. Ik denk, God straft onmiddellijk. Maar op een gegeven moment werd ik zo moe. Ik denk, en hij me lachen. Ik zit lekker hoor. Op een gegeven moment sprong ik toch ten einde raad achter op die fiets en er gebeurde helemaal niks. Weer alweer zoiets. En toen kwamen we aan bij die bioscoop. En toen, dat is natuurlijk een zwart gat. Ik denk dat ik een jaar of 12 was of zo. En dan gaat er zo'n sluisgat er open. En dan, met al die mensen kwamen uit, blijmoedig kwamen ze naar buiten. Goh, wat was het mooi. Maar ik dorst niet naar binnen. Ik heb er zeker een half uur over gedaan in dat ik... Eerst die ene deur. En toen zag ik een glimp van die film. Als dat dan ook gelijktijdig een andere deur openging. Nou, uiteindelijk zat ik. Nou, en ik vond het fantastisch, vond ik het. Echt waar, ongekend. Ze hadden bij mij al die schellen. Denk, jongens, het gaat allemaal nergens over. Kom op.
Je hebt er als kind natuurlijk ook wel last van gehad, toch? Nou, het heeft je toch wel beperkt. Ik had meer verdriet van het feit dat ik het huwelijk van mijn ouders zag stranden, eigenlijk. Daar had ik als kind heel veel verdriet van. Ja, dat het was voor mij een soort traumatisch. Ja. Omdat je van ze alle twee houdt, natuurlijk. Ja, nou, ik vond het gewoon erg. Mijn vader was een lieve man en mijn moeder was een lieve vrouw. En op een gegeven moment... vandaar dat ik ook zei van... Ik zou een boek kunnen schrijven van de stiltes. Als je elkaar niks meer te melden hebt... dan wordt het leven ook ondraaglijk. Moet er niet aan denken, gewoon. Ik was met een boek bezig. Mijn motto was altijd believe in your dreams. En toen kwam er een afgrijzelijke, verdrietige periode. Ons leven, onze schoondochter verongelukte, mijn broer verongelukte, mijn jongste broertje. Als je dan op zo'n moment met een boek bezig bent wat heet believe in your dreams, daar heb je daar niks bij. Je relativeert dan. En dan. Dus op dat moment ook helemaal niet meer belangrijk. Belangrijk is. Wat er dan in je omgeving gebeurt. Dan heb je dan voelsprietjes, ontwikkel je daarvoor. En. Ja, daar ben je dan druk mee. Je doet het zeg maar op die brand. Die oudejaarsbrand, zeg maar. Hè? Dat was voor jou het keerpunt. Kwam er ook nog eens bij, ja. En dan ben je blij dat je erop bent. Verwerkt voor je gevoel? Ja, toch wel. Ja, ja, toch wel, ja. Weet je wat dan gegeven is? Je moet verder. Dus het is niet. Natuurlijk zijn er heel veel mensen bij omgekomen. En dat is ook een van de redenen waarom je daar heel dichtbij geweest ben. En ja, ook dat geeft dan weer aan hoe betrekkelijk eigenlijk alles is. Het is zo gebeurd met je. Mijn jongste broer verongelukte, die deed niks fout. Die staat met zijn auto, met zijn wielen naar links gedraaid. Om hier werkte hij, dit was het bedrijf waar hij werkte, om hier de poort binnen te kunnen rijden. Er komt een giga vrachtwagen aanrijden waarvan de bestuurder in slaap gedommeld was. En die knalt er van achteren bovenop omdat zijn wielen naar links stonden. Op hetzelfde moment kwam er een grote vrachtwagen van de andere kant. Nou ja. Gewoon vermozzeld gewoon. Daarna heb ik nog heel weinig muziek gemaakt zelfs. Ook daar stond mijn hoofd niet naar. Mijn optredens waren wel heel belangrijk voor me, want daarmee kon ik me. Daarachter kon ik me verschuilen, daar kon ik me. Het was een heel belangrijk gegeven voor me dat ik gewoon toch mijn ding kon blijven doen. Dat ik een soort afleiding, noem het maar een afleidingsmanoeuvre. Maar creatief ben ik in die periode was ik niet echt.
98 ben ik 3 maanden ben ik de studio ingedoken. Met het idee, ik denk nou, als ik in de studio ben, dan dwing ik mezelf gewoon weer om creatief te zijn. En dus heb ik een heleboel songs opgenomen. Maar die hadden toch ook niet het effect dat ik er blij van werd, weet je wel. Ik zocht allemaal hele gecompliceerde liedjes uit. Probeer het van je af te zingen. Nou, die liggen nog steeds op de plank eigenlijk. Die liedjes die liggen allemaal nog op de plank. En die zijn eigenlijk best wel hartstikke mooi eigenlijk. Life is like the seasons, and after winter comes the spring. So I'll keep this smile a while and see what tomorrow brings. I've been told. Ja, dat is toch muziek. Dan moet je met een open hartje moet je erbij gaan zitten. En dan moet je... die vorige song die ik draaide daarvoor... Die heb ik gemaakt nadat onze Janine was verongelukt. En vlak daarna waren wij 25 jaar getrouwd. Dus dan denk je, ja, wat moet je daar nou mee doen? Dus dat is... Dus toen heb ik speciaal voor alleen voor Laura heb ik Unforgettable en deze die je nu een stukje hoort. You're the best thing that ever happened to me heb ik speciaal opgenomen voor haar. Dat is heel indrukwekkend. Als je bent er van Jerry. I've had my share of life's ups and downs, but fate's been kind and the downs have been few. I guess I could say that I've been lucky. I could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, or whatever reasons. We zijn nog niet helemaal erover uit. Dat is heel belangrijk wat je nu zegt, want het moet niet hetzelfde worden als vorige keer. Want het moet een album dat gaat Memories heten. En Ron had een leuk ideetje, dat is die mijn hoes altijd maakt. Die zou nog iets opsturen als achtergrondje wat je misschien zou kunnen gebruiken. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga het in, want dat is wel belangrijk. Dat ik wel die nieuwe bril heb, want dan heb je ook een nieuwe uitstraling en een beetje modern. Oké, Patricia. Nou, ik laat je nog even weten. Kunnen we even terug naar dat horen gedeelte? Even. Je bedoelt dit gedeelte, is dat al? Ja. Sweet memories. Bedoel jij dat rustige gedeelte? Memories. Nee, waar een soort solo gedeelte nog in zit. Die bedoel jij. Ja, kijk, hier hou jij even op. Dat is goed. Je oren is iets te zacht. Ja, ja.
Zullen we die een beetje meer geven? Dat kan heel goed dan. Dat kan heel goed. Toch is dat wel, moet ik zeggen, dat grote bakken. Toch is dat wel fantastisch dat die Willem Duis jou heeft ontdekt. Hè? Moet ik wel zeggen. Is natuurlijk, heeft niet alleen jouw leven veranderd, maar ik vind het ook knap van hem. En jij hebt het natuurlijk inhoud gegeven, want je had er ook een puinhoop van kunnen maken. Maar jij hebt het inhoud gegeven. Ik vind het geestig dat hij dat ontdekt heeft, toch? Dat blijft toch fantastisch. Nou, Willem was toch een visionair. Ja. Hij voorspelde me ook. En ik voelde me daar verlegen mee. En dat heb ik hem ook wel eens verteld. Want deze man had een grote toekomst. En ik wist niet eens dat hij het over mij had, hè, toen, hè? Ja, lag ik naar de radio te luisteren. Ik zeg tegen Laura, ik zeg tegen jou nog, dat hele verhaal van Willem destijds. Ja. Ik zeg, dat moet nogal wat zijn. Ja. Niet wetende dat hij het over mij had. En hij is ook met de naam Lee Towers gekomen. Nee. Nee? Nee. Het was goed dat ik dat niet heb gezegd. Nee, want dan had je al 3 dingen gehad. Mensen allemaal blij. Dit is gewoon. Het lijkt alsof dat het 100 jaar geleden is als ze voor het laatst uit geweest zijn. Zo reageren ze. Maar ze hebben me gemist. Ja. Echt waar? Warm badje. Volgend jaar weer. Hè? Volgend jaar weer. Ja. Laten we eerst maar eens even afwachten. Eerst nog even. Even beuken, hè? Mooi hoor, dat lijntje er zo aan. Deze is speciaal voor mijn moeder, dames en heren.